En dan gaan we heel snel door naar een spelletje in de Game Changer. Een quiz deze week weer. Wat is er aan de hand? Jullie hebben inderdaad allebei twee dobbelstenen. Ik heb hier een 20-tal vragen. Onder nummer. Jullie mogen om de beurt zometeen krijgen jullie een vraag. Je mag dobbelen per vraag. En dan kijk ik op de lijst welke vragen bij dat nummer hoort, zeg maar. Ja. Oké. En dat zijn vragen die of met de zomertijd te maken hebben, of met de tijd in het algemeen. Of misschien met iets dat het woordje tijd in zich heeft, of een liedje dat over tijd gaat. Het kan van alles zijn als het maar enige link met tijd heeft. Oké. Okay. Ja. We gaan dit spel ook onder tijdsdruk spelen. Ja. Er is toevallig ooit een keer een nummertje uitgebracht, een liedje, door Madonna en Justin Timberlake. Ja. En dat nummer heette 1, 2, 3 of zo. Nee, 4 minutes. Oh, 4, ja. Ik wilde zeggen 5 minutes. Oh ja, dus ja. 4 minutes. En het leuke van 4 minutes is, hij duurt ook 4 minutes. Ja. Oké. Okay. Dus ik heb de instrumentale versie van dat nummer hier bij de hand. Die gaan we zo meteen instarten. Ja. En dan gaan we die quiz spelen. Op het moment dat het liedje is afgelopen, is ook de quiz afgelopen. En wie dan de meeste goede antwoorden heeft gegeven, die heeft gewonnen. Even kijken. Oh. Wat 9. Heb je? 9. Even kijken, Dominique. Waar of niet waar? De naam van de quiz 2 voor 12 staat voor een tijdstip. Niet waar. Is het inderdaad niet waar. Het staat voor 2 kandidaten met 12 vragen. Oké. Okay. Helemaal goed. Ja. Miguel. Ik heb er 3 gegooid. Ja, heb 3 gegooid. Als het in de zomer 12 uur 's middags is bij ons, waar staat de zon dan op zijn hoogste punt? Is dat Amsterdam, Hamburg of Sint-Petersburg? Jeetje, Hamburg. Nee, Sint-Petersburg. Dominique. Acht. Jouw vraag is, waar of niet waar, de zomertijd in Nederland is ooit 30 jaar lang afgeschaft geweest. Niet waar. Dat is wel waar, van 1946 tot 1976. Irritant. Miguel. Ik heb 7. Ik heb 7. Valt de kortste dag van het jaar aan het begin of in het midden van de winter? Het midden van de winter. Nee, begin. Oh, jongens. Dat moet ik. Oké, 7. Ook 7. Waar of niet waar, de zomertijd heeft wel eens 2,5 jaar lang geduurd. Nee. Is wel waar. Van mei 1940 tot november 1942 in de oorlog dus. Oké. Okay. Of Miguel? 4. 4. Wanneer slapen we een uur korter, in het voorjaar of het najaar? Najaar. Heb ik net nog gezegd, voorjaar. Sukkel. Yeah. Ik zat ook echt naar het voorzeggen van mijn tegenstander. Maar ik ga voor mijn eigen winst natuurlijk. Nou, next. Ik was heel erg zenuwachtig. Oké. Okay. 3. Zou je ervoor een andere dobbelsteen geven? Ja. Nummertje 3. In het laatste weekend van welke maand eindigt de zomertijd? November? Oktober. God. Miguel. Ja, oh, dat verdomme dan. Ik heb 6. 6. Hoe laat is het in het nummer Need You Now van de band Lady A? 4 uur. Nee, it's a quarter after one. Oh ja. Ah. Dominique. 5. Duurt de zomertijd langer, korter of even lang als de wintertijd? Een hele moeilijke vraag allemaal. Langer. Ja, 7 maanden en de wintertijd maar 5 maanden. Yes. Miguel. Ik heb 4. 4. Als de zomertijd ingaat, is het dan 's ochtends ineens eerder of later licht? Later. Ja, klopt. Dominique. Oh, 7. 7. Welke tijd is elke werkdag op RTL 4 te zien? Nog een keer? Welke tijd is elke werkdag op RTL 4 te zien? Die weet ik. Denk ik. Nou, ik zou niet weten. Koffietijd. Miguel. Wat flauw. Sorry. Ik heb 8. 8. Als hoeveelste dimensie wordt tijd ook wel gezien? De 4e dimensie. Ja, helemaal goed. Wat? Dominique. Oké. De 4e na de hoogte, lengte en breedte is dan tijd de 4e. 6. Nummertje 6. Op welke datum is het doorgaans het langst licht? Is dat 21 juni of 21 september? 21 juni. Ja, dat is helemaal goed. Miguel. Ik heb 9. 9. Welk getal moet er spreekwoordelijk in de klok zitten om aan de drank te mogen? 5. Ja. Je staat gelijk en we zijn bijna klaar. Ik dacht Dominique. 3. Oké. 8. Waar of niet waar? De aarde draait steeds langzaam om haar as. Zo'n 600 miljoen jaar geleden duurde een dag dan ook 22 uur in plaats van 24. Waar? Ja, dat is zeker waar. 8 ook. Miguel, 8.
Waar of niet waar? In België wordt de zomertijd ook wel zomeruur genoemd. Waar? Yes. Waar inderdaad. Dominique. God, oké. Okay. 10. Nou. 10. Waar of niet waar? Black Eyed Peas, Anastasia en Hans Zimmer hebben allemaal een lied dat Time heet. Oh! Oh jee, oh jee. Dat was hem. Maar ik wil deze afmaken. Nee, dat mag niet. Waar of niet waar? Waar. Dat is wel waar inderdaad. Dan ga ik hem toch nog meetellen. Ja. Anders zijn we namelijk geen winnaar. Nee, dat is waar. Ik en nu wel. Prima. Met 5 tegen 4 heeft Dominique gewonnen. Maar het hangt erom, hè? Ja. En ik het hangt erom. Het hangt erom. Dan volgende week geen talk meer doen. Ja, gefeliciteerd Dominique. Dankjewel. We wisten het vooraf al dat jij zou gaan winnen natuurlijk. Ja, maar doe je dat nou expres, omdat ik sidekick ben? Ja, of? Dat doe ik expres. Ik wil jou gewoon graag laten winnen. Het ging nek aan nek wel. Ja, het was heel spannend. Zeker. Ja. Nou, gaan we het plaatje draaien dan maar. Ja, en niet vergeten, zomertijd vannacht. Zeg Miguel, hoe heet die zangeres ook alweer van Turn Back Time? Ik denk niet meer. Wish I could turn back time. Ik weet de plaat, maar ik weet niet meer de zangeres. Oh, wat slecht. Ja. Share. Oh ja, share. Ja. En like. Share deze video even met je vrienden. En liken. Gewoon die duim hier omhoog klikken. En volgende week natuurlijk weer gewoon kijken en luisteren. Tot dan.